Mensen, 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 kinderen. Ah! Ik moet jullie even uh, een ziele verhaal vertellen. Even een ziele verhaal, met name voor mij. Zoals jullie weten, heb ik ooit uh, echt lang geleden een video gemaakt waar ik ging lachen om vrouwenvoetbalbloepers. <laughs> ja, was gewoon lachen En nu laatst, toen post ik wat in mijn Instagram story Wat ik ook zeker zou gaan laten zien Ja, een kleine faal met vrouwenvoetbal en zo bla 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 Toen kreeg ik een berichtje van een meisje Die zei, Koen, ik vind het dat je alleen maar lacht om vrouwenvoetbal Want uh, het is gewoon, wij do doen het ook gewoon leuk En zo, ja, weet ik van Maar ja, ze zijn in ieder geval dat ze er wel een tyfus van komen Dat is natuurlijk niet waar Oh, sorry, sorry, sorry Maar, om aan jullie wens uh, Want ik heb meer vrouwelijke kijkers nodig Gaan we nu kijken, even een minuutje Voordat we dus naar bloopers gaan, gaan we even naar prachtige momenten kijken van vrouwenvoetbal oh. Dit is fantastisch. Nou, meen je dit? Ik dacht dat ik gewoon een video aan... Oh, ja, toch wel. Oh. Oh, wauw. Mensen vinden dit nou leuk. En ben je ook een groot fan van vrouwenvoetbal? Oeh, dat is wel een mooie actie. Oh. oh, oh. Nutloos, maar oké. Okay. Oh, doe maar. Maar uh, mensen... Denk je nou van, nou, ik ben ook groot fan van vrouwenvoetbal en ook van bloopers, die ook gekeken gaan worden. Ja, sorry. Alle vrouwen die kijken, abonneer zeker op mijn kanaal. Ben je nou een man? Ja, jammer. Maar abonneer alsnog op mijn kanaal. Ik kan hier beneden. En doe een duimpje omhoog op deze video. 4000 likes zou helemaal top zijn. Ik ben nu 44 seconden aan het kijken, dus nog 16 seconden. Dan kunnen we eindelijk door naar de bloopers, oké? Okay? Ah, oh, dit is echt prachtig. Zo, een schaar. Nog een schaar. Hoppakee. oh goed verdedigd. Ja. Ja. Hm. ja. Ja. Zo is hij mooi als je over iemand heen gaat. Maar die kwam niet helemaal goed uit. Nee, maar mensen, even zonder dolle. Oh, doe je even rustig aan. Als mag, ik niet meer op YouTube. Ik weet niet wat daar allemaal gebeurde. Ik heb ook gewoon het vrouwen-EK gekeken. En ik ga ook zeker het WK kijken. Voor mij komt het WK er nu aan. En dan ben ik gewoon voor Nederland. Bij 4000 likes ga ik ook over mannen-bloepers kijken. Oké? Okay? Ja. Nou, even kijken of er nog iets leuks komt. Komt nog een leuk. Ik wil even één doelpunt. Kijk, Alex Morgan. Die heeft natuurlijk... Dus, die komt sowieso niet in de video in, in een slecht daglicht. Of is dit seksistisch? Hmm. Nou, hier zegt ik tyfus aan. Mensen, het moment uh, wat ik op Instagram plaats was dit. Vorige week was ik nog niet op Instagram. Dat kan zeker doen. Kan je beneden Koen kijken? Koen. K o e n. Ding, 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 Groen. Groen. Nee, Koen. Hier mensen, besef dit. Besef dit even. Bal toe naar de keeper. Sari. En dit is natuurlijk niet normaal voor Sari, hè. Dat ze bal zo paast. Mm, dat is echt niet best. En dan wordt die bal afgegeven. Goed gedaan. Oh. Lee. Fuck. Oh nee, Xiao. Hoe is dit mogelijk? Ja, het is diep en diep triest. Ja, dit vind ik dus echt triest. Kijk, het is niet erg. Kijk, iedereen mist wel eens een bal. Maar dit is wel triest, mensen. Dit, dit is gewoon Algarve Cup, weet je wel. Ja. Maar voor de vrouwen <laughs> die dit kijken, dit is waarschijnlijk wel de ergste die jullie gaan zien. De ergste blooper. ik kan me niet voorstellen dat ze veel erger worden. Deze video heb ik in ieder geval nog nooit gezien, dus laten we maar lekker gaan kijken. Ik ben benieuwd. Oeh, er zit er goed muziek hieronder. Oeh, wat is dit dan? <laughs> wat gebeurt hier? Voor alle kijkers onder de 12 uur, even je ogen dicht doen alsjeblieft. Deze muziek is waarschijnlijk copyright. Ik moet zeggen, er wordt hier toch wel wat netter mee omgegaan als er een gast het veld oplevert. Dat is ook gewoon discriminatie. Je moet gewoon kaart aanpakken met gewoon vier stoere erop springen. Nee hoor, je krijgt een, 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 een demente opa van 80 die je even van het veld afhaalt. Ze loopt nog mee ook. Oh, huh? Dit was helemaal geen vrouwenvoetbalwedstrijd. Waarom zit dit hier in? Wat is dit voor onzin? Gast, die heeft sowieso een weddenschap verloren zo. Oeh. Ja, deze, oh, deze is echt ongekend. Dit is echt, die gaan met drie alleen op de keeper af en dan gebeurt dit, dit is echt. Maar dit kan ook wel gewoon met mannenvoetbal gebeuren, mensen. Want dit is gewoon dat mensen het elkaar niet gunnen, toch? Diep en diep triest. Oh mijn god, hoe oh! dit is voor voor muziek die hieronder zit, joh? Wat is dit voor onzin? Oh, penalty, Oh, oh, Nogmaals, dit had ook een gas kunnen zijn. Ramon heeft hem ook een keer 30 meter overgeschoten. En, en Angelino schoot hem in de jonge wel ook nog bij een staan uit. Dus, maar dit is wel... Oh. <laughs> nog een penalty. Oh, je ziet er, oh, er al naar. Dit gaat helemaal fout. Oh. Oh, oh mijn god, wat is dit? Oh, triest. Nou. <laughs> oh, dit is zo sneu. Oh, ik heb echt te doen met die mensen. Oh, oh is dat nou eigenlijk... oh? Maar. Oh Ja, maar dit is gewoon matchfixing of zo. Dit kan toch niet serieus zijn, of wel dan? Zij schiet hem lekker, die keeper maakt eerst een blunder En dan schiet zij hem nog even in de eigen, eigen goal Wat is dit? Oh, oh Dat is Arsenal, of niet? Nou, dat is niet de Arsenal, denk ik Gast, wat is dit? Er is toch geen vrouwenvoetbal, dit? Er wordt, oh, oh <laughs> Wat is dit voor onzin? Ah, goed zo, meteen doorgaan Hij ja, het is goed te zien, dit Quality, eh, uh, very high quality Wat? Wat is dit überhaupt? Waar ben ik nou aan het kijken? Zit ik nog wel op YouTube? Wat is dit? Oh, oh nee, 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 nee. Oeh, ja. Ook niet echt een polletje, Nee, 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 nee. Oh, wie neemt zo'n bal aan? Even serieus, man. Kom op, hè? Hey. Gast, kind of mensen. Die muziek die hieronder zit, wat is dit? Nee, 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 nee. Nee, nee. Holy shit, een Mike van de Hoorn'tje. Oeh, dit is niet best zo dit. Maar hoe kan dit? Ik snap oprecht niet hoe dit kan. Even serieus. Dit... Kom op, man. Dit is, echt, dit is echt triest. Oh. Hey. Huh? What the fuck? <laughs> Lol. <laughs> Kijk hoe er zo. Dit is ziek mooi. Zou er een peltje geweest zijn? Ik weet het niet. Gaan ze een shirtje wisselen? Nou, leuk. Ja, dit vind ik een beetje triest allemaal. Want hier, hier, hier gaat het doel van, van het vrouwenvoetbal af. Ik wil gewoon vrouwenvoetbal veel zien. Maar niet allemaal dit soort gezijken. Nu gaat het alleen maar weer over seksistische uh, dingen en zo. Gaat ze met een van de geil muziekje op de achtergrond. Wat is het voor onzin? Oh mijn god. Kom, je heb je België is gewoon... Welk land is dit? Duitsland of zo? Nee, Polen of zo. Oh, dit is echt... Maar dit is wel even... Effe... Dit zie je nooit in mannenvoetbal, toch? Zeker niet in, in, in internationale wedstrijden dat iemand de keeper zo over bal heen trapt. Toch? Als we even heel eerlijk zijn. Even heel eerlijk, hè? Waar is die bal? Huh? Ze vangt hem gewoon? Ze vangt hem? Ze vangt de bal? Nee! Pingel, ja tuurlijk pingel! Oh. Oh, lekker. Wat <laughs> What the fuck, is slaat nergens op. Dit zijn gewoon dezelfde spelers, niet? Hier komt nog een zaag aan voor mijn gevoel. Oh. 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 God, wat is dit? Zo, wat komt daar ook aangerend, jongen? Maar mensen, ik ben nog niet tevreden. Kijk, het is wel leuk, dit. Wat hebben we hier? Ja, comedy. Oh, oh deze ken ik. Ga ik gewoon nog een keer reageren? Oh, hoe kan dit nou? Oh, wat triest, hè? Oh, ik zou ook echt. Dit is echt tering boos waarschijnlijk. Hij had het gewoon neer. Gewoon echt neerhaal. Oh, deze is zo erg, jongen. Oh. Dit is bij onder 19 of zo. En dit, dit, besef even, mensen. Bij, bij deze. Ja, ik heb ze al een keer gezien. 90ste minuut. Staat 2-1. En dit was Spanje, hè? Dus je hadden hier gewoon de 2-2 kunnen maken. In de 90ste minuut. En hier waren ze uitgeschakeld. Want deze bal. Ja. Dat is knap. Hé. Hey. <laughs> Hé. Hey. Weer seksistisch. Oh nee. Ja, ah, ja, deze. Ja. Nou, de alle tweede momenten die in de vorige video zaten, zaten er hier ook weer in. Dus geef me nu nog even een momentje die ik nog niet gezien heb. Dit. Ja. Kijk, hier kan ik niet zoveel aan doen, maar dit is, dit is echt. Dit is echt. Oh, en mensen, echt voor de duidelijkheid. Ik kan echt niet voetballen, echt niet. Ik eh, heb best lang gevoetbald en toen was ik best wel redelijk, maar toen heb ik een paar jaar helemaal niks gedaan. Nou, toen kon ik er echt niets meer van. Maar dit is mij nog nooit overkomen. Nou, ah, ja, blundetje. Blundetje, dit kan wel. Ja, dit kan wel. Gewoon blundetje. Oh, 2-1 wedstrijd. Oké, okay, lekker, lekker. Nou ja, Karius deed ook in de Champions League. Oh, 3-1 wedstrijd. Oh, goed dit. Goed. 3 blunder. Holy shit, die keeper, jongen. What the fuck? Oh, triest. Hé, nee, ze tegen aix dit? Holy fuck. Holy fuck. Oh. oh. Oh, 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 oh. Het zijn met name die keepers die echt wel flinke fouten maken, natuurlijk, want ja. Er zijn wel weinig mensen die willen keepen en er zijn ook wel minder mensen willen vrouwen voetballen. Maar ja. Dan moet je ook eens keepen, ja. <laughs> oh, oh. Waar ging die bal heen? Oh mijn god. Besef die verdediger. Dit, dit is echt ongekend. Dit staat nergens op. Die verdediger die schiet ook keihard in het hoofd van die keeper aan. Ik bedoel, van ja, wat, wat doe je nou? De, hallo, schiet gewoon niet in die kop van die keeper en die staat daar gewoon. Hé, hey, door de beentjes. Hé, hey, gebeurt dit elke wedstrijd dat een bal door de benen gaat en hoe zit het? <laughs> Goed, gekeept dit. Hoi! <laughs> oh, rip. Oh, dat is gewoon twee keer alles aan elkaar. Wat is dit? Huh? Ah, dat is die ene bal. Oeh. Pijnlijk. Oh. Ja, wie neemt ook zo een bal aan? Even serieus. Kom op, hé hey. Oké, okay, mensen, nog eentje. Ik kan me herinneren dat ik dit al gezien heb. <laughs> oh, je is bijgeschreven, Ja, ik heb deze sowieso gezien. Je hebt het ook bijgeschreven, Dit is, onzin. Wat is dit voor verontreiniging. Dit is een verschwommen man. Dit is een soares en besef dat ik, ik heb dit voor mij ook al in de vorige video gedaan. Maar hij is maar heel kort, deze video. En voor mij is hij wel leuk. Maar het punt is dat ik misschien nu hetzelfde reageren als de vorige keer. Dat is natuurlijk raar. Mensen, we gaan er met een positieve noot uit. Want waarschijnlijk hebben alle vrouwelijke kijkers al doorgespoeld naar dit. En nu gaan we even de top 5 goals kijken, of top 4. Oh, Marta Die is wel goed, hè. Dit is wel mooi gedaan. Gaat hij er ook in, die bal? Oh. Oh, oké. Okay. Ja, dit is mooi hoor. Dit is echt mooi hoor. Een mooi doelpunt. Eens ben ik gewoon, ben ik gewoon volledig weer. Oh, van de middenlijn. Ik moet zeggen, ik twijfel hier toch ook sterk aan. Ja! Ja, kijk, op het moment dat je als keeper. Ja. Op het moment dat je als keeper hier zeg maar bent, ja. Mm. <laughs> mm. <laughs> nee, maar niet, wel Voor de rest wel een mooie school, daar van. Weer Marta. Dat is de enige die kan voetballen, natuurlijk. Samen met Lieke Martaans. ah <laughs> Martaans. Nee, mm. Oh, met een Rabonaatje. Je ziet wel eigenlijk, zijn is eigenlijk gewoon te goed, toch? Voor, voor dit niveau. Ja, zeker tegen wie speelt zij. Wat, doet, wat, wat doen zij allemaal? Die verdedigen gewoon niet. Mooiste doel met Marta? Oh, Yokohama. Yokoyama. Die is daarna een, uh, een elektronica merk begonnen. Zo. Jongen, echt, Maradona is er niks bij. Kijk eens even. Pannaatje, hop, tegenhouden door. Oh, een kleine... Oh, dat is mooi, hoor. Een La uit er tussendoor. Heerlijk doelpje, korte hoek. Goed. Mensen, dan eindigen we eindigen met het zwarte gat op de achtergrond. Nee. Ik hoop dat je deze video leuk vonden. Vrouwen die mij kijken, het uh, is gewoon lachen. En ik ga binnenkort ook mannen uitlachen, oké? Okay? Vinden jullie dat leuk? En niet boos worden. Please don't be mad. Ik hoop jullie te zien bij de volgende video. Zowel mannen als vrouwen. En vond je deze video leuk, wil zeker een duimpje omhoog. Video's helemaal top zijn. Wil je meer van zien? Dat kan. Klik hier of hier. En wil je, uh, ja, wil je, wil je nou op mij abonneren? Doe dat even vooral. Dat kan op dit lekkere rondje hier. En dan ben ik volgende week er sowieso weer met een reactievideo. Dus als je dan geabonneerd bent, ja, dan, dan zie je dat. Dan zie je dat. En tussendoor kan ook andere videos natuurlijk. Maar uh, lekker man. In ieder geval hoop je deze video leuk vond. Doe, li doe, doe, doe like. Doe duimpje omhoog. Ik zeg like vier om de volgende keer. En doei. Later.